Hallo kijkers van Dreams 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Far Cry 3. Jongens, we staan hier midden in een stadje. Ik weet niet wat voor dit stadje is, maar ik zie trouwens wel loot. Jongens, vandaag gaan wij wat buitenposten veroveren. En wat voor buitenposten, dat zal ik jullie zo even laten zien. Maar we gaan eerst even deze loot verzamelen. Wat best wel leuk is, want loot is goed. En jongens, ik weet niet waar we zijn. In welk stadje we zijn. Ik heb dit stadje nog nooit eerder gezien. Dus dat vinden we zo wel uit. In ieder geval, waar is dat ding wat we hebben moeten? Hier. Kijk, mooi. Jongens, wat wij vandaag gaan doen is... wij gaan vandaag twee buitenposten proberen te veroveren. Als dat niet lukt, doen we gewoon eentje. Maar in ieder geval, wat wij vandaag mee beginnen... aangezien wij nu dus hier zijn. Wij gaan beginnen vandaag met... de buitenpost Oude Mijnen te veroveren. En ja, dat is niet dichtbij, maar dat is ook niet ver weg. Dus dit kunnen we aan de ene kant makkelijk doen. Door de rivier te volgen. Of door een stukje te rijden. Dus voertuig of boot. Laat maar zien. Wat gaan we doen? Oh god, vogel. Nee, die vogel, daar heb ik even geen zin in. Oh god. Oh god. Hé, hey, jij bent dood. Maar wel leuk dat je mij een voertuig brengt, gozer. Hé, hey, jij gaat ook uit. Hoppakee. Nou, dat was dat. Goed, dus laten we even een voertuig meenemen. En laten we vooral dit voertuig meenemen. Oké, mooi. En zo hebben we een voertuig. En ik zie loot, dus dat voertuig mag wel even wachten. Want we gaan eerst even dat loot ophalen. Oké, waar is die loot? Hier is die loot. En een stukje verderop is nog meer loot. Dus dat loot gaan we ook eerst even ophalen. Oké, waar is loot? Hier is loot. Oh, dan moeten we eerst even crouchen. Hoppakee. Mooi. En nu gaan we dat voertuig dan mooi pakken. En ik weet nog steeds de hek niet wat voor stadje dit is. Maar, oh god, nog meer mensen. Ja, ik ben weg. Tot ziens. Oh god, nu hebben we die gozers aangereden. En er is loot hier. Ah, shit. Het gaat niet bepaald geweldig. Oké, we moeten weg hier. Aangezien ik die loot natuurlijk nog wel levend wil krijgen. Oké, mooi. We zijn er overheen. Maar alleen jammer dat de loot aan de andere kant is. Dus nu mogen we helemaal omlopen. Kunnen we hier naar binnen? Nee. Dus we moeten hier onderdoor. Echt wat een doolhof is dit stadje. En dan hebben we hier onze loot. Eindelijk. Nou, weet je, dit is een perfecte stad voor hide and seek. Daar heb je wel gelijk in. Oh god. Kunnen we hier overheen? Knop. Oké, waar is die ene gozer? Goed, die is dood. Oké, kom maar. Hoppakee. En dankjewel. Voor je batterijen. Maar goed. Let's get further going. Nee hoor, want daar zijn nog meer. Moet dat nou? Oh god, nu blaas ik mijn eigen wagen ook op. Niet waar. Alleen hun wagen. Ja, dan moet je niet over een granaat heen gaan rijden, gozers. Echt. Gaan we nu eindelijk uit dit stadje weg, game? Want kijk, ik vind het heel vet om allemaal loot te krijgen. Maar ik heb liever eventjes weg uit dit stadje. Want het stadje is mij iets te druk. Oké, eindelijk zijn we dan weg uit dit stadje. En nu even een hele mooie vraag. Gaan we goed? Rijden we goed? En nu ik erover nadenk, we hebben deze wagen niet nodig als we hier naar boven gaan. Dat gaat meer op ons doel af. En aangezien ik weet dat we in de buurt zitten, kunnen we beter deze pakken. Want volgens mij zijn we er al. Tenminste, zo goed als, ja. En hier hebben we even een plek waar we kunnen overzien. Bovenaan deze waterval.
Je kan je geen betere plek veroorloven. Oké, laten we even laag blijven. Oké, daar gaan we het gozers. Oké, hoe gaat het hier? Is die druk? Daar is een sniper. Nu ik over nadenk, die sniper heb ik wel graag neer. Dus als dat even kan. Graag. Oké, en nu over de waterval heen. Klinkt als een van mijn slimste plannen ooit. Zolang we maar geen jeep tegen ons gaan tegenkomen. Oké. Dit gaat nog redelijk goed. Oké, waar zit het alarm? Daar. Oké, als we dat alarm even kunnen uitschakelen. Oké. Hoe gevaarlijk is het hier? Het valt best wel mee. Oh, een tijger. Oh shit, een hond. Oké, heeft die hond ons gezien? Of niet? Oh shit. Oké. We zijn heel goed gespot. Ja, dat heb ik voor gezorgd, gozers. Oké, wegwezen hier. Oké, hoe gaan we dit doen? Nee! Dat is niet handig. Hebben we ook nog een tijger achter ons aan of niet? Dat weet ik niet of we een tijger achter ons aan hebben. Zolang die maar achter de tegenpartij aanzet, vind ik het goed. Kunnen wij wel wegkomen. Oké. Hoppakee. Nee, je hoeft niet verder te schieten, Jason. Nou, dat was een meer rommelige bevrijding. Maar het alarm is niet afgegaan. Dus dat scheelt. En, ja. Oh, ze zijn goed aan knuffelen. Ze zijn aan het knuffelen. Oh, wat schattig. Diervillen, ja, graag. Nieuwe opdracht, vastgepind. Maar wel goed dat we toch echt nog dat hebben kunnen stilleggen. Dat, hoe heet dat? Dat hele mooie alarm van hun. Even, ik zie dat we aan de ene kant nog wel tijd hebben. Dus we kunnen op zich nog die andere buitenpost veroveren. Tenminste, er zijn er heel veel dingen bijgekomen ondertussen. Hier is een vast aan de grond. Is een missie erbij gekomen. En nog meer? Ja, we moeten dit nog even pakken. Daar is hier een doodopdracht bij gekomen. En dat is het dan ook echt. Dat is het dan ook echt. Dus we gaan vandaag zeker nog naar AM12. Maar dat inhoudt geen enkel idee. Maar ja, als jullie die honden even doodschieten... dan gaan wij eventjes hier naar binnen. Oké, mooi. En wat is hier allemaal te beleven? Een kistje. Oké. En een laptop. Dus we kunnen weer dingen gaan lezen. Dus als je dat even laat zien, game. Alsjeblieft, dankjewel. Mooi. Jongens, zijn we op pauze als jullie willen lezen. Dan scroll ik even heel langzaam. Oké, mooi. En deze is er ook weer bij. Jongens, zijn we vooral op pauze als jullie willen lezen. Goed, mooi. In ieder geval, dan gaan wij nu eventjes... wat kogels bijkopen, aangezien we heel wat kogels erdoor... En toen crashte de game!
Jee! Echt altijd. Ik hou van die momenten dat echt de game crasht. Echt geweldig. Beter iets kan er gewoon niet gebeuren. Oké, in ieder geval jongens, ik laat jullie dat ding even opnieuw lezen. En ja. En alsjeblieft game niet nog een keer crashen. Want ik vind het heel erg leuk. Als je crasht, maar niet heus. Dus alsjeblieft niet nog een keer crashen. Jongens, hebben we pauze als jullie willen lezen. Oké, goed. Dan gaan wij nu wel wat kopen. Game. Ik begrijp dat je het niet leuk vindt als ik dingen koop. Want geld weggooien, dat vind jij natuurlijk geldverspilling. Maar game, zo werkt het nou eenmaal. Kogels zijn niet gratis. Tenminste, niet zover ik weet. Anders zijn we heel goed opgelicht. Oké, nou, dit kunnen we weer meenemen. En dit kunnen we weer meenemen. Maar jongens, aangezien we nog tijd hebben, gaan we natuurlijk wel eventjes richting hoe heet dat ding? Richting daar, wou ik zeggen. Maar er is ontiegelijk veel loot dat we nog kunnen oppikken. Waarom dat in één keer er is, geen enkel idee. Maar hier ook in één keer heel veel loot bij. Nope. Oké, nou jongens, dan gaan we vandaag dat AM12 niet overnemen. Dan gaan we vandaag dat loot verzamelen. Waarom dat daar staat, geen enkel idee. Maar oké, we gaan loot verzamelen. Is helemaal goed. Oké, daar, daar en daar. Oké, ik vind het heel apart dat het er staat, maar weet je, we zijn wel gekkere dingen gewend met Far Cry 3. Maar jongens, we gaan dus vandaag dan nog even wat dat loot ophalen. En dan vind ik het mooi geweest van vandaag. Want we hebben niet echt heel veel tijd meer. Nadat we dat loot hebben opgehaald. En nu kun je wel zeggen, haal dat loot dan niet op. Ja, dat is zonde voor het loot. Kunnen wij trouwens, moet ik erover nadenken, springen? Dat zou op zich aan de ene kant wel mogelijk zijn. Oké, als we maar uit deze scherpe stroming komen. Oké, kunnen we hier aan land? Dat kunnen we. Mooi. Goed, is het ver? Want ik weet niet zeker of we überhaupt daar ooit in de buurt zijn gekomen. Van waar dat ding eigenlijk is. Maar ja, weet je, als die gozers mij graag, als de game graag mij die kant op wil hebben om te zeggen dat daar loot is, ga ik met plezier daar naartoe. Geen enkel probleem. Maar goed, in ieder geval hop. En hop. En hop. Maar echt altijd leuk als een game crasht. Echt altijd leuk. I love it. Goed. Heel veel loot is trouwens hier. Dit is mooie loot. En dit is mooie loot. En dit is mooie loot. En niet meer? Oh, daar. Oké, mooi. Nou, dat is één van de drie loot die opeens er verschenen was. Oké, dan is daar nog loot en daar is nog loot. Laten we deze pakken. Misschien dat we ook nog een beproeving van de Rakjat gaan doen, hoor, trouwens. Ook al denk ik van niet, want we hadden gisteren al een veel te lange aflevering. En ik wil langere afleveringen echt meer speciaal gaan maken. Mag ik hier nou, ga even aan de kant, gozer. Goed. Als je wil, stap in. Als je niet wil, stap niet in. Oké, nou ja, wij gaan. Oké, mooi. En het mooie is dat ik hiervan heel veel kan zien in deze auto. Dus we kunnen makkelijk rijden. Goed, we gaan naar rechts. Want ik zit nu even echt op improviseren. Aangezien ik totaal niet weet van waar langs moet. Maar ja, weet je, ik volg de minimap. En ik volg dat icoontje. En dan komen we vanzelf aan. Hoop ik, op de goede plaats. Oké, in ieder geval, deze oude mijnen zijn in ieder geval bevrijd. En is nu volledig van ons. Dus we zijn goed bezig. We maken zeker vooruitgang. Neem een kijkje in Bedtown. Nou, dat duurt nog wel even, game. Voordat we in Bedtown zijn. Zitten jullie nog steeds achterop? Jup. Oh. Oh god. Jongens, ik denk dat het beter is om af te stappen. Ah, ja, Q om het vuur te doven. Ja, het leek me echt een beter idee om af te stappen. Maar moet je ook kijken, wat een val. Echt een hele grote val hebben we gemaakt. Maar oké, wij leven nog. Dus ik vind het helemaal goed. Die gozers, ik heb ze nog gewaarschuwd. Je zegt, jongens, jullie kunnen beter afstappen. Maar nee, nee. Wouden ze niet. Dus ja, eigen wijsheid. Ja, daar kan ik niks aan doen.
Goed, dit gaan we meenemen. Oh. Oh ja, dat zijn onze gozers, dat is geen probleem. Die gaan we meenemen. Oh god, die dingen. Die zijn wel heel vervelend. Hop. En dat was misgozer, maar goed geprobeerd. Oh, ik bedoel diertje, het is niet eens een gozer. Zijn jullie vijanden of zijn jullie gozers die ook een beetje proberen te schieten? Oh, dat zijn gozers die ook een beetje proberen te schieten. Maar ze geven me wel een wagen. Dus, ja, dank je. Wordt zeer op prijs gesteld. En dan gaan we die kant op. En dan hebben we alle loot te pakken die opeens verschenen is. Ja. Oké, nou, game, ik vind je heel aardig dat je in één keer loot liet zien. Zo verkennen wij de boel weer een beetje. En verkennen, dat is altijd leuk. Tenminste, dat vind ik altijd leuk. Maar goed, dan gaan we achter dat laatste kistje aan. En dan vind ik het alweer mooi geweest voor vandaag. Want we zitten alweer op de tijd. Maar goed. Rustig over dit bruggetje heen. Want de vorige keer zijn we er al vanaf gevallen. Tenminste, was het dat bruggetje of was het een ander bruggetje? Weet ik niet. Weet ik niet. Oké, okay. Ho. Ho, 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 ho. Ik heb geen zin om letterlijk weer naar beneden te gaan vallen. Wat wel gaat gebeuren. Oké, okay, wagen, draai even mee. We gaan dit veel slimmer aanpakken. Bijvoorbeeld door nu naar links te gaan sturen. En dan niet tegen die boom. Dat was niet de slimme manier. Maar oké, okay, goed. In ieder geval, daar is nog wat loot. Ik ben benieuwd wat we daar gaan aantreffen. Als er niks speciaals is, ja, dan is er niks speciaals. Ja, een zagerij is hier, volgens mij. Tenminste, het ziet eruit als een zagerij. Tenminste, ga je eens achteruit? Zag je daar ook nog een reliquie? Nee, geen reliquie, volgens mij. Maar een heleboel loot. Hier is dus zeker wel wat te beleven. En wat geld. Ook altijd leuk. Wat is dit voor plaats? Wat is dit voor plaats? Nou, ik weet niet wat dit voor plaats is, maar het is in ieder geval een heleboel te vinden. Oh shit, die heeft ons gezien. Die heeft ons gezien. Ja, vogels, succes. Als jullie dat dan even oplossen. Scheelt dat mij echt heel wat. Oké. Okay. Maar er was inderdaad een reliquie. Maar dan een stukje verderop. Hoppakee. Nou, opgeruimd staat netjes. Maar voor we dat achter die reliquie aangaan. Die waarschijnlijk onder de grond zit. Ergens in een cave of in een... weet ik veel waar. Gaan we eerst even de loot hier pakken. Want hier is ook loot. En loot is goed, dus we gaan die loot allemaal oppakken. Kijken, waar is de loot? Was dat loot? Nee, dat was geen loot. Waar zit de loot? Waar zit de loot? Oh, daar. Ik helemaal om me heen kijken, op zoek naar die loot. Ligt die loot gewoon hier. Maar dit is volgens mij een zagerij. Een heel gevaarlijke plaats. En daar is het een beetje ingestort, dus... daar kunnen we niet onder de grond komen. Tenminste, nee. Dat is goed geprobeerd, maar nee. Daar kan je niet onder de grond komen. Nou, geluk bij een ongeluk. Een kistje. Alleen, we moeten wel weer nog een keer omhoog. Oké, kunnen we hier doorheen? Nee, dat kan niet echt. Oké, kunnen we hier omhoog dan? Ja, met deze ladder. Oké, okay, nou dat werkt ook. Geluk bij een ongeluk. En ik een kistje naar beneden. Maar goed, we gaan eerst eventjes daar. Nog even verder zoeken. Hoppakee. Opgeruimd, start netjes. En waar is dat ding? Dat is daar. Oké, okay, we komen daar sowieso wel terug. En... hij heeft ons ook gezien. En jij bent ook dood. Mooi. Die verbrandt levend wel even.
Hoppakee, die is ook dood. Echt, soms wordt het een beetje te makkelijk. Maar goed, daar moeten we naartoe. Geitje, je hebt een beetje te veel glitchy textures. En holy damn, wat een loot. Dit is echt enorm veel loot. Ja, het is een rijke buurt hier, qua loot. Wordt gewaardeerd, al deze loot. Dank je wel. En we maken genoeg mee. En jullie hebben alsnog een langere aflevering. Aangezien we alleen maar loot hebben verzameld. Nou ja, alleen maar loot. We hebben ook oude mijnen overgeramd. Maar we gaan die kant op. En daar is nog een reliquie. En dat vind ik een mooi geweest voor vandaag. Want we zitten al lang over de tijd heen. En Geitje, leuk dat je met ons mee rijdt. Oké, een wedstrijdje doen? Waar ben je? Oh, daar. Ja, oké, ga jij daar maar naartoe. Ik vind het allemaal goed. En er zijn mensen aan het schieten. Moet dat nou? Moet dat nou? Ik wil even zeggen, een vrediger einde dan dit. Een vrediger einde dan dit kun je beter niet hebben. Maar, ja, we zitten in piratengebied, jongens. Dus piraten zullen echt blijven schieten. Tenminste, zo zijn ze. Oké, hoe komen we naar buiten? Oh, hier. Oké. Hierin, ja, graag klimmen. Of kunnen we hier doorheen? We kunnen hier doorheen. Oké, mooi. En nu kunnen we er overheen springen. Yep. Goed, dan gaan we zometeen daar naar binnen. Dat lijkt me een plaats waar we echt naar binnen kunnen. Om bij de reliquie te komen. Maar dat doen we zometeen. Dat doen we nu niet. Oké, deze pakken we mee. En deze pakken we mee. En deze pakken we mee. En deze pakken we mee. Het zal me niks verbazen als we zometeen met een volle portemonnee zitten. En dan waarschijnlijk aan de andere kant hier van dit gebouw. Ja hoor. Ik krijg die loot een beetje door. Ik krijg de loot een beetje door. Oké, volgens mij is dat de plek waar we naar binnen moeten. Deze plek. Tenminste, dit ziet er open uit. Als een plek waar je ook echt in kan. Yep, je kan er ook echt in. Een oude verlaten railweg is dit. Hey, met een beeldje. En wat loot. En dan houdt het ook echt op. Aan de ene kant ben ik best benieuwd wat daarachter zit, achter die stenen. Maar oké. En als de reliquie nog even snel verschijnt, kan ik hem jullie hem ook nog even laten lezen. Dus game, als je een beetje opschiet. Hey, vaardigheidspunten erbij, mooi. Oké, wat gaan we onze vaardigheidspunten in spenderen? Dat is een hele goeie, waar gaan we hem in spenderen? Deze misschien. Je herlaat pistolen sneller. Nee, dat wil ik niet echt. Richten en herladen. Druk op R om een pistool of sluipschuttersgeweer snel te herladen tijdens het richten. Oké, dat is aan de ene kant wel vet. Nou, dan doen we die. Wat is dit? Lange afstand expert. Je schiet nauwkeurig uit de heup met een aanvalsgeweer, sluipschuttersgeweer of licht machinegeweer. Ook vet. En het handboek. Wat zit er in het handboek? Natuurlijk de reliquie. Yup. En welke reliquie is dat? Ik heb geen enkel idee. Oh, die. Oké. Jongens, even een pauze als jullie willen lezen. Oké, mooi. En we hebben een nieuwe vaardigheid erbij. En, ja. Wie zegt dat je niet genoeg kan beleven aan loot zoeken? Oké, jongens, in ieder geval. Jongens. Ik ga bij deze auto staan. En dan ga ik tegen jullie zeggen, kijk zo even duimpje omhoog. Help mij mee, help klaar mee. We zitten al lang over de tijd en jullie hebben weer een langere aflevering. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dat maakt echt niet zoveel uit. Jongens, we hebben random loot op de kaart verschenen. Hebben we gezocht. We hebben de oude mijn overgenomen. De volgende keer gaan we de AM12 overnemen. Ik weet niet welke snelweg dat is, maar dat zien we dan wel. Wat voor mij valt er nu nog maar één ding zeggen. Het is... Doei!